Hallo lieve Scorpioen, welkom bij jullie reading voor april 2024. Nu is het eigenlijk een soort bonus reading, want er is eerder in maart ook al een video online gekomen voor alle sterrenbeelden voor maart en april. Ik zal deze linkjes beneden in de beschrijving zetten, zodat je deze eventueel nog kunt gaan bekijken, mocht je deze nog niet hebben gezien. En wellicht is er in die video een ander element aangeprikt als waar ik vandaag op in ga tappen. We gaan dus kijken voor april. Nu is er ontzettend veel aan de hand en de komende periode. We zijn net in het eclipsseizoen gestart, wat een portaal heeft geopend en wat veel intensiteit met zich mee zal brengen. Een maanverduistering dus met de volle maan. Nu komt er begin april ook nog een nieuwe maan met een zonsverduistering. 1 april gaat Mercurius retrograde lopen, wat op dit moment ten tijde van het opnemen van deze video al voelbaar is. Verder hebben we natuurlijk de normale engelenportalen nog openstaan of die er aan gaan komen. En sowieso, er is energetisch heel veel in april aan de hand. De maand van transformatie, de start van transformatie, van een nieuw seizoen van transformeren. Kijk echt wat even van ja, wat voor jou bestemd is. Neem hetgeen alleen mee wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. En of je nou in je maanteken aan het kijken bent, zonteken, Venus, ascendant, of welk teken uit jouw geboortehoroscoop, wees gewoon welkom. Ben je als crosswatcher aan het kijken? Kijk dan even welke tijdlijn voor jou is of voor degene waarvoor je aan het kijken bent. Maak elementen dus niet passend, maar neem het voor wat het is. Zo kan het ook zijn dat het voorspellende elementen bevat. Kijk dan de video op een later moment terug om te kijken of het ja, misschien over een tijdje met je resoneert. Al tap ik in op de energie van april. Het blijven tijdloze berichten. Dus mocht je deze video misschien wellicht pas volgend jaar zien, dan zit er ook voor jou een boodschap in. Maar we gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon wat kaarten trekken. Ik heb de camera aan de lader hangen. Dus ik hoop dat ik geen last heb van de kabels die hier nu door de kamer heen liggen. Maar we gaan gewoon beginnen. Als eerste hebben we volgens het boekje kaart 11 is ook wel het spirituele getal. Hè? Een boodschap van de engelen. Het stukje dat alles om je heen één is en dat je één mag worden met hetgeen wat er voor jou bestemd is. Een belangrijk nieuw begin in een ja, nieuwe periode van je leven. En eigenlijk precies zoals we al net vertelden. Hè? Het stukje eclipsseizoen is gestart. Er is een portaal geopend. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ook dat zal voor jou nu in zicht gaan komen. Je groeit gestaag in jouw proces. Dus dit is een ja, behoorlijke mooie vooruitgang. Bepaalde harmonie die jij nu gaat creëren. Dit komt omdat je in samenwerking met jouw innerlijke stem of jouw engelen gidsen om jou heen aan het ja, connecten bent. Waardoor je ook merkt van oké, ik ben in de juiste pas aan het wandelen. Of dit nu is met karmische elementen wat nog op je pad komt of niet. Weet dat jij op het juiste pad zit. We hebben de Pig Spirit. Use your mind wisely. Oké, dus gebruik je gedachten wijselijk. Het voelt voor mij ook wel dat je een beetje ingesneeuwd zou kunnen zijn geweest de afgelopen periode. Dat er veel zwaarte over jou heen heeft gehangen. Veel in je hoofd zitten. Waarbij jij niet helemaal zuiver het zicht kreeg op wat eigenlijk nu gaande is. Nu is jouw energetisch veld schorpioen best wel intens wat ik voel. Dus jullie start van deze transformatie kan ook al eerder zijn gestart. Denk dan aan oktober, november 2023. Dat daar eventueel een torenmoment is geweest. Waarbij je het gevoel had van wow, dit is intens. Waar ja, ga ik nu toch in één keer weer doorheen? Maar dit allemaal om jou verder te verlichten en ja, jou eigenlijk naar dat unieke pad te krijgen. Hè? Kaart 47 maakt ook weer 11. Dus we hebben hier 11-11. Dus 11-11 kan ook een getal zijn of een boodschap als je dit op jouw telefoon qua tijd ziet. Dat jij in de juiste pad aan het bewandelen bent. En dat het een soort bevestiging is op
hetgeen wat jij nu allemaal hebt verwezenlijkt al. Dat je dankbaar mag zijn voor deze ja, bevestigingen die jij dus vanuit de Engelenrijk mag ontvangen. Synchroniciteit is dus een belangrijk onderdeel. Zoals je merkt, hakkel en stakkel ik af en toe dus over mijn woorden. Dit is echt puur ook weer die retrograde van Mercurius die daarmee te maken heeft. Niet goed uit je woorden kunnen komen. Struikelen over woorden. Maar ook het stukje meer in je hoofd zitten. Het stukje denken. Onbegrip hebben. Verkeerde interpretaties doen. Etcetera. Dat is de energie die ik dus nu ook al voel. En daarom herken ik... vertel ik dat ook al op het moment als ik de video opneem. Nu is het natuurlijk een paar dagen voor dat april begint. Dus zo heel ver zitten we er nog niet voor. Mercurius heeft wel een sluimerstand van een week tot anderhalve week voordat het definitief in retrograde stand gaat lopen. Dus die aanloop ernaartoe kun je dus al voelen. Omdat ik dus intap ook op de maand april, voel ik dit nu dus duidelijk ook naar voren komen. Waar jullie dus als schorpioen best wel wat last van zullen kunnen gaan krijgen in april. Hij loopt tot, als ik me niet vergis, zal ik eens even snel kijken. 25 april loopt deze retrograde met ook weer een uitloop van een week ongeveer. Dus dan zitten we toch alweer in begin mei voordat je die energie weer ontkoppeld hebt. Maar ja, ook dan zijn er weer andere planeten die opkomen poppen. Dus we blijven lekker even bezig de komende maanden. Is het niet Mercurius, dan gaat er wel weer een andere planeet retrograde lopen. We krijgen er maar liefst nog twee andere kaarten uit. Dus we gaan eens even kijken. We hebben de Olifant Spirit, Learn from the Past. Dus leer van het verleden. Nou kijk, en die Grasshopper die is erbij. Volgens mij de kreeft en de leeuw uitgekomen. En nou durf ik niet te zeggen of het de tweeling was. Even kijken op mijn lijstje. Nee, ik heb het er niet bij gezet. Ik denk ergens met de tweeling of zo. Deze kaart komt er best wel vaak uit. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er in één van die video's ook nog een extra boodschap voor jou zit, lieve schorpioen. Take a leap of faith staat erop. De kroon is ook wel het stukje macht weer in je bezit nemen. Hè? Het stukje macht over je eigen leven. Macht over je eigen pad weer bewandelen. En nu zie ik hier wel dat jij... Ja, wat ik al zei, best wel wat voor de kiezer heb gehad. Maar dat gaf ik net ook al aan in de intro. Hè? En je loopt het juiste pad. Maar al heb je af en toe niet het gevoel dat jij het juiste pad bewandelt. Dat krijg ik meer bij jouw energie, lieve schorpioen. Maar we gaan eens even kijken. Ik pak de tarot er even bij. En we gaan er gewoon even verder op intappen. Wat er nog naar voren mag komen voor jullie. Wat mag ik weten voor april voor onze lieve schorpioen? We krijgen de 6 van munten met de hierofant. En de page van zwaarden. Ik pak er nog 2 kaarten bij. Stukje balans ga je wel inzien, maar ook aan wie jij wel of geen energie wilt geven. Nu kan het zijn dat er zo'n aha moment gaat komen waarbij jij dus merkt van oké, iets is niet zuiver. Voor sommigen kan dat zijn dat het een relatie of een huwelijk is die niet in de juiste vorm meer actief is. Waarbij jij eigenlijk elke keer jezelf moet verdedigen om je stem te laten klinken. Ik weet niet of jij dat herkent. Het hoeft niet per se in een huwelijk te zijn. Dat kan ook in een vriendschap zijn. Maar iemand waar je emotioneel in connectie mee staat. Dat kan dus ook met een collega zijn. Want daar kun je emotioneel ook mee verbonden zijn natuurlijk. En deze komt eruit. De ridder van zwaarden. Dus de paasje en de ridder. Dat is wel interessant. Veel in je hoofd zit. Ik zei het al, zwaarde element komt dus duidelijk ook naar boven. Onderkant dek hebben we de 8 van zwaarden. Ik leg hem even hier aan de zijkant. Dus het stukje vast proberen, ja, voelen te zitten. Bepaalde uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Terwijl je wel de ambitie hebt om je... Ja, kracht eigenlijk in de juiste vorm neer te zetten.
Ik vind het wel. Ik pak hier even nog een extra kaart bij. Waarom krijg jij zoveel zwaarder, lieve Scorpioen? Want het voelt voor mij dat jullie best wel al wat zwaarte hebben gehad in 2023 en dan tot nu toe weer. En dat zou dus betekenen dat er nu nog wat gaande is. Oeh, dat is wel een hele stapel. Dat gaan we niet doen. Oké. We krijgen de magier erbij. Wat ik voel is dat sommige mensen aan het manifesteren zijn geweest. In het stukje, niet zozeer het stukje liefdesvlak in het romantische stukje, maar gewoon de situatie liefdevol naar je toe gaan trekken. Maar het kan dus zijn dat, ondanks dat jij volgens het boekje gaat, dat er ook een verbinding is wat niet volgens het boekje in jouw schema meer past. En dat klinkt dan best wel heftig, maar er gaat toch wel een bepaalde beslissing genomen worden. En lessen die jij dus eerder tot je hebt genomen, ook inzicht te geven op wat je met deze situatie dient te doen. Je krijgt veel boodschappen, je krijgt veel begeleiding vanuit het hogere. Goed, hè? Het engelenrijk, het universum, hoe jij het ook wil noemen. Maar ik voel een bepaalde verdedigingsmechanisme, of dat je toch nog ergens te veel aan vast probeert te houden. Wat mag ik hier nog over weten? Want we krijgen hier wel de magier en de aas van bekers, dus dat is heel erg mooi. Maar we krijgen de vijf van bekers erbij. Oei, oei, oei. Lieve schorpioen. Een intense maand gaat er aankomen voor velen van jullie. Of je zit er middenin, of je gaat er nog doorheen. Het voelt voor mij dat jij eerder gemanifesteerd hebt, maar dat deze manifestaties niet meer compatibel zijn met jou. Wat uiteindelijk jou alleen maar meer verdriet heeft gebracht. En dat komt omdat het stukje manifesteren. Heb jij met een verkeerde intentie gedaan? En dat komt in een lagere trillingsenergie, voel ik heel erg. Het stukje vast blijven houden aan iets wat eigenlijk helemaal niet voor jou bestemd is. Wat jou niet in balans heeft weten te behouden. En dat heeft ervoor gezorgd dat jij wel iets naar je toe hebt getrokken, maar uiteindelijk ook jouw pijn en verdriet zal gaan doen of heeft gedaan. Innerlijk weet jij welk pad je eigenlijk mag bewandelen, alleen de uitvoering heb je nog niet, ja, onder de knie. En dat komt omdat jij er aan mag blijven werken. Voor sommigen kan het zijn dat je al er flink aan hebt gewerkt en al eerder keuzes hebt gemaakt, waardoor je nu dat pijnstuk aan het transmuteren bent, waardoor jij de vrijheid gaat krijgen om volledig weer in je kracht te staan en een stukje comfort in een leven weer terug te gaan krijgen. Maar dit voelt voor mij ook dat je een beetje in die pre-keizerinnenmode zit, hè? Een beetje ja, je bent er nog niet, maar je bent wel al een eind op weg. Of je gaat in die setting komen, of je zit er al bijna. Maar dit is wel een eye-opener voor velen van jullie. En dat heeft te maken met bepaalde waarheden die echt nu onder ogen dienen te worden gezien. Ik krijg weer de maankaart onderkant dek. Er zijn wat illusies die jij zelf in stand houdt, die dus nu losgekoppeld dienen te worden. En dat loskoppelen, ga jij het zelf niet doen, dan zal het universum een handje gaan helpen. En dan zal het ook wel intens aan gaan voelen. Maar van de andere kant weet ik ook en zie ik hier ook dat jouw intuïtie wel aangewakkerd kan worden. Je bent een waterelement, lieve schorpioen, maar jouw schild blokkeert ook het een en ander. En als jij hier oprecht naar gaat kijken wat de reden is van deze stagnering in energie, dan kun je hier ook naar gaan handelen. Maar dan zul je ook nieuwe ideeën tot je kunnen nemen. Zoals met de gehangende. Hè? Dat je nieuwe kijk op het geheel krijgt. Uitzoomt van het totaalplaatje. Of ja, van een klein plaatje uitzoomen. Dan zie je in het grotere geheel. Die helderheid gaat er dan voor zorgen dat jij ziet van oké, mijn pad bewandel ik door middel van dicht bij mezelf te blijven, mijn angsten daarvoor los te koppelen. Want ik voel wel dat er angst meespeelt voor een aantal van jullie, waarbij je dus ook echt wel een beetje zo'n onderbuikgevoel kunt hebben voor hetgeen om het nieuwe in te gaan stappen.
Voor sommigen kan het zijn dus dat er een ongezonde verbinding losgekoppeld gaat worden, waarbij je veel pijn en verdriet van hebt gehad, maar dat je wel het vertrouwen blijft houden dat het juiste naar je toe mag komen en je hoopt nog steeds op die intense ware liefde die je mag gaan ontvangen. Onder kandek krijg ik weer de 8 van zwaarden, zoals we zojuist net ook al zagen. Dus er is een bepaalde zelfsaboterende energie die jij mag gaan doorbreken. En dat gaat steeds sneller in zicht komen. Maar we pakken er nog even wat kaarten bij. We gaan dus even er dieper op in. Bepaalde geduld mag je echt op gaan brengen. Geduld om echt innerlijk te gaan voelen. Vanuit je hoofd af te zakken naar je gevoel. En als die emoties intens zijn, toch er proberen doorheen te gaan. Want dat zal je alleen maar kunnen bevrijden van dat hele zwaarte element wat hier nu actief is. Knopen doorhakken, bepaalde beslissingen op dat eerder gemanifesteerde elementen, of dat je dit nog wel in balans wilt gaan krijgen. Nu voelt het voor mij ook echt dat er voor sommigen dus een dood gaat komen voor, of een einde van een situatie waarbij je dus naar een vernieuwing gaat, waarbij je dus wel echte liefde zult kunnen ontvangen. Maar dit kan ook gewoon niet pertinent altijd op romantisch vlak te zijn, maar in een andere setting. Misschien heb jij een gezin waarbij jij niet gezien wordt of op je werk of wat dan ook. En daar gaat verandering in komen. Maar dat kan pas als jij eerst door dat pijnstuk heen gaat. Eerst door een innerlijk kindstuk, voel ik ook voor sommigen. We krijgen de aas van bekers. Daarbij krijgen we de duivel. We krijgen de ridder van zwaarden met de 5 van zwaarden. Er gaat dus zicht komen op iets wat toxisch is geweest. Iets wat dus niet de juiste intensiteit had waarmee jij dus verder mag stappen op jouw zielspad. Best wel wat conflict situaties heeft dit met zich meegebracht. Veel uitdagingen heeft dit met zich meegebracht. Maar door dicht bij jezelf te blijven zul je ook door deze bepaalde... Ik zie namelijk een soort spinnenweb die jou beknelde. Maar je gaat er doorheen. Dat spinnenweb wordt kapotgebroken. Vanuit liefde ga jij stralen. En dan kun je dit patroon weten te doorbreken. En daar heeft jouw torenmoment mee te maken. Dat torenmoment is alleen maar nodig geweest om jou verder te kunnen groeien. Waarbij jij dus in jouw hoogst haalbare leiderschapsmodus kunt gaan staan. Die vastberadenheid, die stabiliteit, maar ook op emotioneel vlak dat je de balans gaat herpakken. En dat is waar je misschien zoekende in bent geweest de afgelopen periode. Maar dat wel de stabiliteit in de juiste vorm geactiveerd gaat worden. Blijf dus ook echt connecten met jouw innerlijke stem, met jouw kitsen of de tekenen die jij mag ontvangen. Weet dan dat jij op het juiste pad bent. Ook de komende periode is het aardse stukje en het spirituele stukje is de sluier daartussen is dunner, waardoor jij ook veel verhelderende dromen kunt krijgen, maar ook dromen die heel erg onsamenhangend zijn. Dat je zoiets hebt van waar slaat dit in godsnaam op? Schrijf ze op, want daar zit een boodschap voor jou in. En later zullen die puzzelstukjes dan op zijn plek gaan vallen, zodat je ook inzicht gaat krijgen op wat er nu werkelijk allemaal aan informatie naar je toe komt. Het leven weer gaan vieren in een andere vorm als hoe jij het eerst deed. Ervan genieten dat je er af en toe weer op uitgaat. En dan hoeven dit geen activiteiten te zijn wat altijd geld hoeft te kosten. Maar gewoon met vriendinnen afspreken of met vrienden afspreken. En je neemt allemaal iets lekkers mee. En je gaat van mijn part op een lekker dekentje in het park zitten. Dan heb jij ook al dat je weer kunt genieten van het leven. Er wel weer naar buiten gaan treden. Het stukje mannelijke energie toe kan passen. Zal de komende periode wel weer mogelijk zijn voor jou. En het vertrouwen houden dat alles wel weer goed gaat komen. Dat je weer eigenlijk net als een kat op je pootjes terecht gaat komen. Vanuit daar zul je ook merken dat er een nieuwe shift gaat komen in het stukje
Liefdesverdriet, hè, transmitteren van liefdespijn of pijnelementen, traumatische ervaringen, zodat eigenlijk de zwaartekracht in jouw hart verlicht gaat worden door het te transmitteren. Dan zul je ook merken dat jij verder gaat shiften en dat je ook meer los gaat komen in het systeem. En dat stukje loskomen in het systeem doel ik eigenlijk op dat jouw schild dus zachter wordt of jouw muurtje dus wat lager gesteld gaat worden, zodat dat je wel meer open kunt staan om in een andere vorm weer iets te mogen ontvangen. En dit hoeft dus niet op het romantische stuk te zijn, maar dat kan ook echt in het connecten met gelijke stemden zijn. Ik pak er voor nu nog even een korte tijdlijn bij. En dan kijken wat er nog toegevoegd mag worden aan jullie reading. We krijgen de 5 van zwaarden. Het is echt wel luchtenergie. Waterman, weegschaal, tweeling waar je mee te maken kunt hebben. Of heb je dit misschien in jouw charge? Nu dacht ik ook dat deze kaart bij de tweeling eruit kwam. Dus kijk anders even daar of dat er nog iets voor jou in zit. Het voelt voor mij namelijk wel dat je beter mag gaan gronden. Beter in je element mag gaan staan, hè, in je kracht. De waarheid onder ogen mag gaan zien. Maar ook het stukje mentale kracht beter toe mag gaan passen. Het heeft best wel wat voet in aarde. Hetgeen wat er dus nu allemaal komen gaat. Of al aan de gang is. En ik wil heel graag zeggen. Van er is een licht aan het eind van de tunnel al heel ver. Of al dicht in de buurt. Maar voor jullie voelt het nou dat jij dat nog iets langer doorheen dient te gaan. Voordat dat ook echt bij jou in zicht gaat komen. En dit allemaal omdat jij los mag komen van een bepaalde zwaartekracht. En die zwaarte heeft er echt mee te maken dat je dan, als jij dat in gaat zien, dat jij elementen op je pad krijgt of situaties op je pad krijgt waar om een les uit te leren. Dat je hier je voordeel aan uit kunt doen. Of dat je er nou heel veel pijn van hebt gehad of boosheid of verdriet of weet ik veel wat, hè. Dit allemaal zorgt ervoor dat jij nieuwe kennis opdoet en dat je ook verder je eigen leert ontwikkelen. En met die kennis weet je ook, oké, dit wil ik niet meer in het leven. Je gaat een bepaald pad inzetten wat wel voor jou prettig is. Hiervanuit kun je dus ook gaan manifesteren. Dus sommigen zitten ook echt op de lijn om eventueel nieuwe zielsliefde te manifesteren. Maar weet dan wel en ben ervan bewust dat deze persoon pas op je pad kan komen als jij schoon schip hebt gemaakt. In de zin van dat je eigenlijk alle shitlading aan karmische elementen, of in ieder geval zo veel mogelijk los heb gekoppeld, die als blokkering ervoor staan nog. Waardoor jouw hart dus eerst dient te worden hersteld. En al hoeft dat hart niet helemaal hersteld te zijn, maar het is wel van belang om hier een bepaalde juiste balans in te vinden. We krijgen weer de 9 van munten. En ik krijg de keizer erbij. Wat ik al zei, hè, net bij de keizer, het stukje leiderschap, mannelijke energie. Maar ook de vrouwelijke energie in de kracht. Hè? Nu voelt dit voor mij echt als die pre-keizerinnenkaart. Dus de balans is er bijna bij je. Zodat jij die union in jezelf kunt gaan krijgen. En dit is ook waar je naartoe aan het werk bent. Nou is het natuurlijk best wel een intensiteit van transformeren. Maar ik heb er alle vertrouwen in, lieve schorpioen. Dat jullie dit kunnen gaan verwezenlijken. Dat je bepaalde emoties in balans kunt gaan krijgen. Dat je nieuwe inzichten gaat krijgen. Waardoor je dus ook vanuit een hogere goed gaat manifesteren. En connecten met jouw innerlijke stem. Waardoor jij dus ook steeds meer zicht gaat krijgen op het geluk wat jouw leven bevat. En hoe je dit nog verder in een hogere gradatie neer kunt gaan zetten. Voor nu is dit in ieder geval jullie reading voor april. Laat vooral een berichtje of een like achter, lieve schorpioen. Kijk anders even naar een van de andere video's. Ik zal de linkjes hier beneden in de berichtenbox zetten. En dan wens ik jullie een fijne aprilmaand toe. En tot de volgende video. Doei doei!